jij dat je dat doet? Ik wilde weten wat Fitty precies wist. Maar dat doet er nou niet meer toe. Wat gaan jullie doen? Bluffen. Dan moet hij zijn kaarten wel op tafel leggen. En daar rekent hij vast niet op. Hopelijk speelt hij ze slecht. Of zijn ze minder waard dan ik denk? We zullen zien. Ik kan niet meer bij je langskomen. Ik heb geleerd om Fitty niet te onderschatten. Dat is heel verstandig. Maar je kan me altijd bereiken. Ik heb daar een aparte portable voor gekocht. En die gebruiken we dan alleen voor voicemail. Je houdt je hoofd koel. Ik raak niet zo snel in paniek. Meneer Bilderdijk, je denkt er is niks ergers dan die Zaanse verhoormethode, want dat is toch de bloody limit. Maar nee hoor, ze gaan nog verder. Ik weet niet waar u het over heeft. Ze hebben mijn cliënt met een revolver bedreigd om hem tot een bekentenis te dwingen. Bedreigd met een revolver? Om een bekentenis? Correct. En ik eis dat u keiharde maatregelen neemt. Ja, ik begrijp er niks van, maar ik zal dat onderzoeken. U hebt een volstrekt verkeerd beeld van die lui bij Unit 13 en ik zal een persoon... Meneer Den Dolder, het klinkt allemaal zo onwaarschijnlijk dat ik bang ben dat er sprake is van een misverstand. Niks misverstand. Ik eis onmiddellijk een diepgaand onderzoek. En ik zal ervoor zorgen dat de rechter deze handelswijze honoreert met vrijspraak voor mijn cliënt. Om wie zou het gaan? Om een stille, slungelachtige jongeman en een inspecteur die wat moeilijk loopt. Zodra ik meer weet, hoort u van mij. Goedemorgen. Dat kan toch niet? Dat zijn twee totaal verschillende versies. Je was er zelf bij. Zegt helemaal niks. Kinky probeert mij te beschermen. Jij hem. Onzin. Ik was het. Je hebt het zelf gezien. Zo stom ben je niet. Stom? Ja. Dat was het. Hartstikke stom. Als dit uitlekt, is het hele onderzoek naar de kloten. Ik kreeg een waarsvermogen en ik dacht maar één ding. Dat schoor hem klein krijgen. Een ervaren politieman als jij weet dat zo'n actie waanzin is. Hier. Dit zijn mijn benen niet. Dit zijn botten. Met nog wat vlees erom, waarop ik amper kan lopen. Kinky heeft het niet gedaan. Dat is niet rechtvaardig. Ik sta het niet toe. Het spijt me. Zijn verhaal is meer aannemelijk. Luister. Ik zag dat Kinky het moeilijk had. Ik werd razend dat die schoft ermee zou wegkomen. Daarom greep ik die revolver. Alleen maar om die vandalen bang te maken. Om hem genade te horen smeken. Dat hij zou voelen wat hij mij heeft aangedaan. Wie hou je nou voor de gek? Ik zweer het, Ben. Dit is wat er over is. Die schoft verdient het ook niet meer op zijn eigen poten te kunnen rondlopen. Neem ik je in bescherming, gebeurt er dit. Ik kon er niks aan doen. Je begrijpt dat we hier gelaars ermee krijgen. Ik had mezelf niet meer in de hand. Ik kan je hier niet langer handhaven. Meld je maar ziek. Ik begrijp het, ja. Maar dan hoor ik het wel. Adrienne, Van Dalen is door Kinky bedreigd met een revolver... om hem een bekentenis af te dwingen. En Reinder Lobitz schijnt er ook eens mee te maken te hebben. Weet jij daarvan? Nee.
Den Dolder komt met dat verhaal. Is hij zo bang dat Van Dalen 4 keer levenslang krijgt? Hij klonk serieus. Hij wil de rechter om seponering vragen. Ja, ik acht Van Dalen en Den Dolder tot alles in staat. Ik heb helaas geen keus. Ik zal een onderzoek moeten laten instellen. U hoort met mij. Is het waar dat Van Dalen is bedreigd? Maar hoe kan dat nou? Kinky is toch niet iemand die... Ik snap het zelf ook niet. Behalve dat Ben Lobit aantrof met een revolver en Kinky lag naast hem op de grond. Lobit beschuldigt zichzelf. Kinky wil niet zeggen. Er komt een onderzoek, hè? Daar kunnen we niet omheen. Dat heb ik begrepen. Ik heb de Rijksrecherche gevraagd om een onderzoek in te stellen. De unit moet niet te fanatiek worden. Hoezo? Er speelt waarschijnlijk nog iets anders. Ik heb geen idee. Psychiatrisch dossier over Govers. Met een duidelijke verwijzing naar laakbaar zo niet strafbaar gedrag van Talsma. Hoe kom je eraan? Misschien moet het onderzoek maar uitgebreid worden. Het is anoniem. Het gaat om de inhoud. Maar zonder afzender, wat heeft dat dan voor waarde? Wie heeft daar belang bij? Dat is zo lang geleden. Wat heeft dat met nu te maken? We hebben het wel over een strafbaar feit. Een psychiatrisch dossier meer dan 20 jaar oud? Goed, verjaard. Maar moreel gezien moeten we er iets mee. Ik vraag me ernstig af of Talsma en Govers nog wel kunnen blijven functioneren. Ik heb niet de behoefte om het verder nog te lezen. Ja? Zojuist bezorgd door een koerier. Dankjewel. Als ze niet het fatsoen hebben om daar een afzender op te zetten, dan mag je er niet op ingaan. Het zet echter wel vraagtekens bij hun beoordelingsvermogen. Ik zie dat anders. Tijd voor een meeting. Zo spoedig mogelijk. Govers. Pol, Rijksrecherche. Het spijt mij, meneer Talsma. We moeten de zaak onderzoeken. Maar we zullen u niet voor de voeten lopen. U krijgt alle medewerking van ons. Ik heb begrepen dat er gedreigd is met een vuurwapen. Klopt dat? Ja. Een revolver. Door? Inspecteur Lobit. Volgens zijn eigen verklaring. We kunnen wel gebruik maken van uw kantoor om hem te verhoren, hè? Ik heb hem naar huis gestuurd. U kunt hem daar bereiken. En we hebben uiteraard ook een verklaring nodig van de verdachte. Die is inmiddels terug naar het huis van bewaring. Ik zal u het adres van de heer Lobit even geven. Ruud, wat is er precies gebeurd? Lobit had zichzelf niet meer in de hand. Dus toch. Dat is niet best. Nee, dat weten wij ook. Het kon wel eens verkeerd aflopen. We zullen zien. Nee, dat heeft onherroepelijke consequenties. We zouden het ook kunnen ontkennen. Waarom zouden we Den Dolder tegemoet komen? Jullie zullen je moeten verantwoorden. Ook mijn standpunt, helaas. Sterkte. En dan nog wat. Weet jij iets van een psychiatrisch dossier? Hebben ze jou dat al toegespeeld? Daar weet je dus van. Ja, maar ik ben niet van plan om het te laten chanteren. Het is in het bezit van Aerts. Kijk eens aan. Fitty heeft kennelijk haast. Fitty? We hebben het er nog wel over. Ik heb respect voor Lobit.
Hij zit goed in elkaar. Hij offert zichzelf op. Bilderdijk weet van het dossier. Aarts heeft het in zijn bezit. Nou, dan kunnen wij binnenkort ook op groot verlof. Absoluut niet. Het wordt tijd dat die Fitty eens flink aanpakken. Recht op hem af? Met de mededeling dat we niet onder de indruk zijn en dat hij beschikbaar moet blijven voor de rechtercommissaris en de suggestie dat we een bekentenis hebben. Oké. Als zij bluffen, kunnen wij dat ook. Al kost het me mijn carrière. Moet jij eens opletten. Met hoofdinspecteur Talsma. Wanneer iemand komt met het verzoek om Van Dalen te spreken, zou u dan het volgende willen doen? Zijn ze echt zo stom geweest? Het is een merkwaardig incident. Dat nog wel eens gunstig voor ons zou kunnen uitpakken. Wat heeft Van Dalen gezegd? Ik ga ervan uit dat hij zijn mond gehouden heeft. Daar kunnen we nooit zeker van zijn. Misschien wel, misschien niet. Ik weet het niet. Maar ik denk dat hij niks gezegd heeft. Over mij kan hij niets weten. Wat hebben we hiermee in handen? Ik heb het al doorgespeeld naar de hoofdofficier van justitie. Er komt een onderzoek door de Rijksrecherche. Valt zoiets te bewijzen? Moeilijk. Maar een beetje geluk spelen ze ons in de kaart. Deze heren zijn van de recherche. Meneer Fitty, ik heb een teleurstellende mededeling voor u. Wij zijn niet geïnteresseerd in het dossier. We kennen de inhoud al. Jullie zijn mijn favoriete team. Altijd weer verrassingen. Vooruitlopend op het onderzoek dient u beschikbaar te blijven voor verhoor. Dat u niet plotseling het land verlaat. Dat lijkt mij nogal voorbarig. Overmorgen zult u in de zaak tegen de heer Van Dalen worden gehoord. Door de rechtercommissaris spreekt dus vanzelf dat u geen enkel contact meer mag hebben. Als dat zo was, dan hadden jullie wel een gerechtelijk bevel. Is onderweg. Daarom komen wij u waarschuwen. Er zijn inmiddels bewijzen. En een volledige bekentenis. Van de heer Van Dalen. Wat zijn jullie toch een stelletje dwazen. Jullie hebben geen poot om op te staan. Daar zou ik maar niet zo zeker van zijn als ik u was. Moet ik nu echt bang worden? Zorgt u er nou maar voor dat u overmorgen beschikbaar bent. En niet plotseling zin krijgt in een zonnige vakantie. Ik ben zeer geïmponeerd. Meneer Fitty, wij komen er wel uit. Succes dan maar. Weet je wat ik zou willen zijn? Een muis onder zijn bureau. Hij had behoorlijk de ziekte. Goed, wij geven jullie die tips door. En in ruil daarvoor willen wij verder ongemoeid worden gelaten. En onze gang kunnen gaan. Deze kopie heb ik van Koops toegestuurd gekregen als herinnering. En voor het geval dat we dat ooit zouden willen ontkennen. Dit is pure chantage. Helaas. Daar kan hij dus mee doen wat hij wil. Nou, ik hoop dat de video niet snel gebruiken. Lijkt op blijkt. Het is een veiligheidsriem. Dit kan een enorme rel veroorzaken. En dat moeten we dus zien te voorkomen. Ik heb begrepen dat mevrouw Rieding erop aanstuurt bij jouw divisie Europol informatie in te winnen. Over? Precies. Dan hebben we er een enorm probleem bij. Ik stel daarom voor, meteen een informatiestop afkondigen en de deuren sluiten. Als dat me lukt. Of we moeten open kaart spelen. Nee, ik wil het eerst nog eens even overzien. Geen overhaaste beslissingen.
Maar ik heb geen zin in een parlementaire enquête. En helemaal niet in uitgebreide hoorzittingen door welke commissie dan ook. Goedendag, ik kom voor mijn cliënt. Dag. Vult u dit maar even in. Kijk eens. Dan moet ik u helaas teleurstellen, meneer Fitti. De heer Van Dalen wenst op dit moment met niemand te spreken. Zou ik misschien mogen weten waarom? Ik ben advocaat. Hij kent mij. Ja, dat geloof ik meteen, maar het is zijn uitdrukkelijke wens. Hij wil absoluut niemand zien. Goed, dan doe ik het wel telefonisch. Ik kreeg u toch net dat hij ons opdracht heeft gegeven dat hij met niemand wil spreken. Het spijt me. Probeert u het maar een andere keer. Is de heer een dolder al langs geweest? Nee, die heb ik hier vandaag nog niet gezien. Adriaan Rieding? Ik heb het uitgezocht en ik heb het gevonden. Oh ja? Ja, ik kom de namen Cornwell, Breitner en Koops tegen op lijsten van zo'n 60 bedrijven. De ene bedrijf is Koops adviseur, dan is hij aandeelhouder in het andere bedrijf commissaris. Dat geldt ook voor Cornwell en voor Breitner. In dezelfde bedrijven, maar dan een andere functie. In 60 bedrijven? Tot nu toe. Maar het belangrijkste is dat zij staan vermeld als voornaamste investeerders. Interessant. Ik maak er wel een kopie van. Dank je. Van Dalen wil niemand zien en hij wil niemand spreken. Niemand. Nou, en? Nou, dat betekent misschien dat hij bezig is om door te slaan. Ik bedoel, als jij nou eens, jij hebt relaties. Als hij niet wil praten, dan wil hij dat ook met mij niet. Jij kan je invloed aanwenden. Eerlijk gezegd, ik zie er het nut niet van in. Ik mag geen contact meer met hem hebben. Van het Openbaar Ministerie beschikbaar houden. Om je bang te maken. En ik mag het land niet verlaten. Ze weten niets. Maak je niet druk. Maar wat als Van Dalen wel gaat bekennen? Ik bedoel, wat dan? Van Dalen? Mm-hmm. Die eet nog liever zijn moeder op. U krijgt alle rechtsbijstand die je maar kunt bedenken. We zijn allemaal kwetsbaar. Hm? Jij misschien wel. Maar van mij weten ze niets. Dat zal nog moeten blijken. Luister, dit zijn allemaal speculaties. En met speculaties hoef je mij niet meer lastig te vallen. Als ik val, dan vallen er meer. Die zou wel eens gevaarlijk kunnen worden. Ik ben blij dat we een goede beslissing hebben genomen. Ruard, heb je tijd? Ik heb een voorstel. Kinky heeft mij net een lijst gefaxt met namen van de bedrijven waarmee zowel Irina Breitner als Cornwall als Koops mee te maken hebben. En op basis van wat er ligt, zou ik graag Koops wat vragen willen stellen. Dat komt goed uit. Ik namelijk ook. Nou, maar ik heb graag dat jij erbij bent. Ik ben nu nog thuis, maar kan je onderweg oppikken, oké? Over een kwartiertje sta ik beneden. Nou, 10 minuten. 10 minuten, is ook goed. Er is een dummy gebruikt. Moet je nou alweer weg? Nou, binnenkort is alles voorbij. Dan krijg ik het wat rustiger. En dan gaan wij met z'n drieën op vakantie. Daar heb ik helemaal geen zin in. Josien, doe dan niet zo vervelend. Ik moet ze opgefokt. Nou, tot straks.
Adrienne? Ja, met mij. Ik werd nog even opgehouden door de jongens van de Rijksrecherche. Prima. Prima? Hoezo? Ik ga zo meteen naar beneden. Of sta je al voor de deur? Ook goed. Wat is er? Ben je boos? Klopt. Tot morgen. Ja, tot zo. Het spijt me dat het niet anders kan. Ja, mij ook. Wie was dat? Talsma. Wat moest hij? Niks. Iets doorgeven. Wat? Gewoon een afspraak. Dan moet ik nog maar even geduld hebben. Met Ruward. Is Adrienne al lang geleden vertrokken? 10 minuten of zo. Heeft ze gezegd dat ze eerst nog wat anders ging doen? Maar weet ik niet. Moet ik iets doorgeven? Nee, lieverd. Nee, laat maar. Ik ben in een positie gemanoeuvreerd waarin ik voor mezelf moet kiezen. Nou, kom, naar binnen. Vooruit. Loop. Hoi, Jessie. Mama is er niet. Ik had met haar afgesproken dat ze me zou komen halen. Ja, ik weet niet waar ze is. Jess, weet jij waar mama is? Heeft ze niet gezegd? Ik heb ook nog geprobeerd om haar een paar keer te bellen. Ze heeft toch een gsm bij zich? Ja, maar waarom neemt ze dan niet op? Is er iets ergs gebeurd? Nee. Maar ga maar met mij mee. Je kunt toch ook hier op mama wachten? Ik heb liever niet dat jullie hier alleen blijven. Ja, maar we zijn toch geen kleine kinderen meer? Nee, nee, dat weet ik, maar doe het dan voor mij. Oké? Kom op.
Als mee zit ben je met een halve dag eruit. Maximaal 24 uur. Als ik doorgeef waar je bent, kun je ze opkomen halen. Hier, vooruit. Ben. Zitten. Harry. Nog niet. Helemaal niets. Doe maar een OVP. Is al gebeurd. Kom maar. Hoi. Hey. Kinky, ik heb vandaag twee bijzondere gasten voor je. Wees een beetje zuinig op ze. Oké. Okay. Misschien kun je ze dan wat leren. En een klein beetje op ze letten. Dat kan ik zelf wel. Veel plezier met z'n drieën. Maar zo verstandig is mijn eisen in te willigen. Als dat zo is, dan ben je snel weer in de bewoonde wereld. We hebben niets meer van haar gehoord. Ze reageert ook niet op de gsm. En geen boodschap op de unit. Helemaal niets. Waar hadden jullie dan afgesproken? Ze zal me komen ophalen om samen naar Koops te gaan. Naar Koops? Ja. We hebben genoeg aanwijzingen om hem eens flink aan de tand te voelen. Misschien is ze vast naar Koops toegegaan. We hadden uitdrukkelijk afgesproken dat we samen zouden gaan. Of ze staat met pech? Dan had ze me wel gebeld. Goed, ik kom eraan. En? Kentekens overal doorgegeven. Wat kan er nou verdomme gebeurd zijn? En dat signalement staat op alle faxen voor alle districten. Ja, meneer Talsma, met Witty. Ik heb mevrouw Rieding verborgen op een plek waar ze nooit teruggevonden kan worden. Ik wil 24 uur lang geen strobreed in de weg worden gelegd. Geen zoektocht, geen grenscontroles, niets. Pas als ik ongehinderd kan wegkomen en in het buitenland ben, zal ik doorgeven waar ze is. Waarom zou ik je geloven? Jullie hebben geen keuze. Mocht u me dat beletten, dan gaat ze eraan. Hoe weet ik dat ze niet al dood is? Die gok moet u maar nemen. Als je er ook maar één haar krenkt, dan jaag ik je overal na. Je zult geen seconde rust meer hebben. Is dat duidelijk? Hoe eerder ik weg ben, hoe eerder mevrouw Rieding u zult terugzien. Ik zweer u, als u uw beloftes niet nakomt, ziet u haar niet levend terug. Godvergeten klootzak! Ja, ik wil graag een check op het nummer dat zojuist gebeld heeft. Weet ik. Maar als het een cel of een abonneenummer is, dan wil ik dat zo snel mogelijk doorkrijgen. Oké. Zinloos. Kan me niet schelen. Al iets van haar gehoord? Ze is ontvoerd door die advocaat, Fitty. Hoe is het eens hemelsnaam mogelijk? Ik laat Amati zijn kantoor in de gaten houden. Hij wil een vrijgeleide voor 24 uur. Dan zal hij laten weten waar ze is. Daar komt hij niet mee weg. Laat Amati alles doorbellen. Ja. En ik wil ook op de hoogte gehouden worden. Hoe moet ik het ze vertellen? Wie? De kinderen. Jessie en Josien. De waarheid. Is afgelopen. Niemand zal er ooit terugvinden. Een hele domme zet, Nino. Ik kan me niet schelen. Dat was het enige wat ik nog kon doen. Je kunt nergens meer naartoe. Jij hebt me laten vallen en nu is het mijn beurt. Zover had je het niet hoeven laten komen. Er was geen andere uitweg, simpel. We kunnen het nog oplossen. Ik heb er de connecties voor. Ik ga er vandoor en wens je verder het allerbeste. Bedankt voor je jarenlange vertrouwen, zou ik zeggen. Nino! Als ik ooit gepakt word, zal ik ervoor zorgen dat ze jou ook niet ongemoeid laten. Nou luister, als het voorbij is, zorg ik voor de beste advocaten. Hè? De beste psychiaters. Je bent er zo weer uit. Doe nou niet zo stom. Bekijk het maar. Doe de groeten aan die Brusselse teef. Nino.
Niet. Hij heeft Adrienne Reading ontvoerd. Wat nu? Josien, Jessie, lopen jullie even mee? Wat is er? Iets ergs? Heeft ze een ongeluk gehad? Nee. Ze is ontvoerd. Nee, nee, nee. Niks daarvan. Niks daarvan. Ik heb gezegd dat ze door moest gaan. We lossen dit op. Waarom gaan we er niet op af? Niks erop af. Je hoofd erbij houden en geen onnodige risico's nemen. Harry. Verder. Fitty zijn zin geven. Alles in het werkstel om Adrienne te vinden. Blijven zoeken tot we erbij neervallen. Maar waar? Ja. Ik wil dat Jessie en Josien bewaakt worden. Permanent. Ik laat een paar jongens van het hoofdbureau komen. Onopvallend. Ze mogen niks merken. We hebben gefaald. Ruward, ze komt terug. Wat is dit voor een stijl? Een kleine herinnering. Zodat we elkaar niet in de steek laten. Of op onze afspraken terugkomen. Wij hebben jullie ons woord gegeven. En daarmee ons vertrouwen. En deze videoband doet er ernstig afbreuk aan. Het schaadt wederzijdse belangen. Goeiedag. Waarom heeft ze me niet verteld dat jij er bent? Ik ben zelf doorgelopen. Wat kan ik voor je doen, Winfried? Adrienne Reading is ontvoerd en wordt ergens gegijzeld. Door wie? De Fitty. Wie is dat? Dat is de adjudant van Koops. Koops? Weet je dat zeker? Fitty belde naar de unit. Hij wil 24 uur vrijgeleiden en dan zal hij doorgeven waar ze is. Wat nu? Ze houden het huis en het kantoor van Fitty permanent in de gaten. Dat zou voorzichtig zijn. Het belangrijkste is dat Adrienne levend terugkomt. De allerhoogste prioriteit, ja. Ze moet terugkomen. Kom zo snel mogelijk hierheen. Nee, dat lijkt me niet verstandig. Kom maar alleen. Met mij? Een beschaafde, goed geklede dame van een jaar of 45 komt op bezoek. Doe ik. Mevrouw Reading is ontvoerd. Er wordt ergens gegijzeld gehouden. Door wie? Door Fitty. Een adjudant van Koops. Koops? Ja. We zullen op andere gedachten moeten zien te brengen. Zo stort het hele kaartenhuis in elkaar. Wat doen we met Bernard? Volgens zijn vrouw is hij naar een congres op Malta. Kan het buiten hem om? Hij zal zich verraden voelen. Dat risico zullen we moeten nemen. Koops zal in ieder geval moeten worden afgeremd. Thank you.
Ja, hij is weer thuis. Nee, met zijn eigen auto. Uitstekend. Die komt hier niet meer ongezien weg. Wil je er een paar mensen bij? Ja. Waarom niet? Goed, regel ik. Je hebt het niet van mij en het is ook geen opdracht. Maar ik zou eens iemand op aard zetten. Blijf maar mee eten. Ga maar binnen door. Hij hoeft je niet te zien. Hallo. Waar zijn jullie in godsnaam mee bezig? We hebben een gentleman's agreement. Eerst die videoband, dan mevrouw Riedekon voert. Zijn jullie helemaal gek geworden? Excuus, ik heb geen idee waar u het over hebt. Is er niemand meer veilig? Ja, wacht eens even. Bedoelt u dat mevrouw Rieding is ontvoerd? Wij hebben afspraken. Hou je eraan? Ik heb daar niets mee te maken. Die Fitty is jouw marionet. En jij zorgt er maar voor dat ze weer veilig terugkomt. Ik hou jou verantwoordelijk. Fitty handelt op eigen initiatief. Jij lost het maar op. En anders zal ik je daartoe dwingen. Desnoods laat ik al je tegoeden bevriezen. En blokkeer ik je rekeningen. Bij de Bank de Suisse in Gestaat. Bij de Commerzbanken in Liechtenstein en Luxemburg. En de Banco de Caraïbe op Curaçao. Ik zou het willen oplossen. Maar dat kan ik niet. Dan heb je een groot probleem. Ik heb gezegd wat ik zeggen wou. Goeiedag. I am sorry. She isn't here at the moment. Well, then I'll just wait, I guess. If you don't mind. No, no, not at all. Beautiful. You obviously love music. Scarlatti, isn't it? Mm-hmm. Yes. I've always loved Scarlatti. De dame heeft het pand weer verlaten. Wacht even. En hij krijgt opnieuw bezoek. Lisa Thompson. Ja. Dino? Ja, Ruurt, met mij. Fitty is vermoord.
Hij was op slag dood. Het is in ieder geval geen zelfmoord. Inschotopening, al is het vrij klein, zit wel in zijn achterhoofd. Hij heeft ook kort ervoor door het zand gelopen. Onder zijn schoenen zit zand, maar ook in de omslag van zijn broekspijpen. Gezien het tijdstip zat er nauwelijks 5 minuten tussen. Je bedoelt dat zij ook alle gelegenheid had. Maar waarom zou ze dat doen? Ik zeg niet dat ze het gedaan heeft, maar je mag het niet uitsluiten. Lisa zegt van niks te weten. Misschien vinden we nog wat tussen de papieren van Fitty. Ik heb een aanknopingspunt nodig voordat het te laat is. Jij hebt hem hier gevonden. Je hebt niks aangeraakt, niks verschoven. Nee. Dat weet je zeker? Ik weet hier niets van, Ruard. We moeten Adrienne vinden. Ja, het spijt me. Ik weet het niet. Jij kent Fitty beter dan wie dan ook. Denk alsjeblieft goed na. Dat doe ik. Oh, je gelooft me niet? Nou, ik wil hier weg. Ik zal ervoor zorgen dat iemand je naar huis brengt. Dit is het signalement van die dame. Goed werk. Het komt goed. Het komt allemaal goed. Ja. Eén moment. Ruward, die is weg. Naar buiten. Zal ik even... Nee, lang. Hij is net de deur uit. Kan ik een boodschap aannemen? U spreekt met Vleugel, chef van Europol. Ik heb begrepen dat mevrouw Rieding is gegijzeld. Ja, ik had met haar en de heer Talsma wat zaken willen bespreken waar ze iets mee kunnen. Kunnen zij u terugbellen? Wat is uw nummer? Nee, laat u maar. Ik probeer het nog wel een keer. Meneer Bilderdijk, u spreekt met Vleugel, Europol. Wat kan ik voor u doen? Ik kan me voorstellen dat op het ogenblik uw hoofd daar niet naar staat. Maar ik heb iets wat ik met u zou willen bespreken. Als het niet gaat over de ontvoering van mijn officieren, meneer Vleugel, hebt u gelijk, dan staat mijn hoofd er niet naar. Ja, ik wou dat ik u erbij kon helpen. Ik hoop dat er vorderingen zijn. U weet dat wij het buiten de pers houden, meneer Vleugel. Dat is mij bekend. Wat ik u zeg is dan ook vertrouwelijk. De zaak wordt er niet eenvoudiger op. We weten inmiddels wie mevrouw Rieding heeft ontvoerd. Advocaat Fitty. U weet dat? Ik sprak procureur Aerts vanmiddag. Hij maakt zich ook grote zorgen. Ah, juist. Ja, de situatie begint nogal gecompliceerd te worden. Want Fitty is vermoord en we weten nog steeds niet waar mevrouw Rieding is. Vermoord? Ik hoop dat u weet wie de dader is. Geen spoor, meneer Vleugel. Dit verandert de zaak. Ik zal u verder niet lastigvallen. Als het erg belangrijk is wat u wilt bespreken. Het kan wachten. Ik wens u veel succes. Goed, meneer Vleugel. Ruward. Ene Vleugel heeft voor je gebeld. Wat wou hij van me? Hij wilde iets bespreken met jou en Adrienne. Hij draaide eromheen. Misschien nog wel iets van Adrienne weten. Nou, dat geloof ik niet. Hij zei dat het niet zo belangrijk was. De auto. Ze hebben hem gevonden in Buitenveld. Wat haren.
zand en graspiet aangetroffen. Enig idee? Het zand is mogelijk hetzelfde als in de woning van Vitti. Er moet nog worden uitgezocht, maar we hebben alles genoteerd. Ook de stand van de dagteller. Ja, de dagteller. Het kan toeval zijn, maar ook een aanwijzing. Ik heb het er ooit met haar over gehad. 70 ongeveer. Het kan zijn dat ze zo slim is geweest en de kans heeft gehad om hem in te drukken. Dan moeten we dus pakweg in een straal van 35 kilometer gaan zoeken. Ja, dat zand kan dus van het strand zijn, maar kan ook uit het Gooi gekomen zijn. We moeten het vinden. Zo snel mogelijk.